De schriftlezing van vanmorgen is uit Lucas 14. De evangeliebeschrijving van Lucas en daarvan het 14e hoofdstuk. En dan vanaf het 15e vers. Lucas 14 vanaf vers 15. En Jezus vertelt daar een verhaal als hij zit aan tafel bij leiders van de Farizeeën, zoals je kunt lezen in het eerste vers van hoofdstuk 14. En dan begint hij vanaf vers 15 dit te vertellen. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij, en dat is dus Jezus, zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit, tegen de tijd van de maaltijd, om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich alle één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit, naar de straten en stegen van de stad. En breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Tot zover de schriftlezing. We gaan straks zingen uit gezang 47, vers 1, 2 en 3. Jezus die langs het water liep. En nu gaat dat lied over een iets ander bijbelgedeelte, namelijk Jezus die zijn discipelen uitnodigde om met hem mee te gaan. Maar eigenlijk is de strekking in dit verhaal niet heel anders. Dat Jezus langs gaat om de mensen uit te nodigen, met hen mee te gaan. Dat deed hij in Israël en is hij de wereld doorgegaan. En zo is hij de wereld doorgegaan. Maar ik wil nu eerst de kinderen uitnodigen om naar voren te komen, dat ik jullie iets wil vertellen. Leuk dat jullie toch nog met zoveel zijn. Ik dacht het is vakantie, maar jullie zijn toch nog met een heel mooi aantal. En dan heb ik een vraag. Wie van jullie is er laatst jarig geweest? Niemand. In mei of juni? Ja, jij, jullie. En hebben jullie toen ook een feestje gegeven? En wat heb je toen gedaan? Gevoetbald. Nou, dat is altijd goed. Stel je nu eens voor, hè, met zo'n feestje. Zo ging dat in ieder geval toen ik vroeger nog op de basisschool zat en feestjes gaf. Dan weet je van weken van tevoren, dan en dan is mijn feestje. En wat doe je dan? Dan maak je een uitnodiging en dan geef je die aan al je vriendjes en je vriendinnetjes. En dan zeg je, die en die woensdagmiddag moet je vrij houden. Dan gaan we iets doen. En misschien verklap je al wat je gaat doen. Of zeg je, je moet je sportkleren meenemen. En dan weet ze al een beetje van, oh, we gaan vast sporten. En dan als je die woensdag wakker wordt,
dan word je eigenlijk al een beetje blij wakker. Want dan weet je, vandaag gaat het gebeuren. En misschien hangen er al slingers op. Of staat er al iets lekkers klaar in de koelkast. Nou, dan kom je op school. En dan ga je nog eventjes iedereen langs, hè, die je hebt uitgenodigd. En dan zeg je, je bent toch niet vergeten dat ik mijn feestje geef? En je komt toch wel gelijk mee uit school naar mijn huis? En stel je nu eens voor dat je beste vriend of je beste vriendin zou zeggen, oh nee, dat is waar ook. Jij vierde je feestje vandaag, maar ik moet trainen en ik ben vergeten af te zeggen. Dus ik kan helaas niet komen. Nou, dat zouden jullie allemaal niet zo leuk vinden. Dat zie ik al aan jullie gezichten. Dat kun je eigenlijk niet begrijpen. Je beste vriend of je beste vriendin, die moet toch naar je feest komen. En daar zou je wel verdrietig van zijn en boos voor zijn. En ik hoop maar dat het je nooit overkomt. Nou, in het verhaal dat we zojuist gelezen hebben, vertelt de Heer Jezus dat de Heer God eigenlijk een heel groot feest organiseert. Een feestmaaltijd. En hij zegt, jullie zijn allemaal uitgenodigd. Maar het kan zomaar gebeuren dat je weet dat je uitgenodigd bent, maar dat je eigenlijk zo druk bent met van alles en nog wat, dat je helemaal niet echt tijd hebt of niet echt zin om op dat feest van God te komen. Nou, wat is dat feest van God dan? Dat hij zegt, ik wil er altijd voor je zijn. En ik wil dat je hier in mijn huis komt en dat je het goed hebt hier. Dat we er iets leuks van maken met elkaar als gemeente. Maar dat jij denkt, ja, ik ben nu zo druk, net lekker eventjes een spelletje aan het spelen op mijn telefoon. Of met iets anders bezig. Dat ik even helemaal geen zin heb om te luisteren in de kerk. Of om te bidden thuis. En weet je, dat vindt de Heer God eigenlijk best heel jammer. Want hij zegt, ik wil je alles geven. En natuurlijk mag je best ook een spelletje spelen, daar gaat het niet om. Maar als het helemaal ten koste gaat van God, als er voor God geen ruimte meer is, dan gaat er iets mis. Want hij zegt, ik wil een feest met jou vieren en dat begint nu en dat gaat voor altijd door. Voor eeuwig, zegt hij. Dus ik zou zeggen, ga op die uitnodiging in. Daar gaat het vanmorgen over. Ik hoop dat het lukt om een beetje te luisteren en dat het begrijpelijk is en dat we er met elkaar een mooie ochtend van gaan maken. Een goede dienst voor jullie.
Na de verkondiging zingen we Psalm 87, vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente van Jezus Christus. In de zachte gloed van het licht in de zaal zie je schitterend gedekte tafels. Karaffen met rode wijn staan klaar om ingeschonken te worden. In mooie kristallen glazen. En bediening staat door heel de zaal heen. Om het straks al de gasten die komen naar de zin te maken. En je ruikt al, er worden heerlijke gerechten bereid. Voorgerechten, hoofdgerechten, desserts. En de gastheer, die doet een laatste ronde. En kijkt of alles in orde is. Vooral straks zijn gasten komen. Mensen die hij weken van tevoren heeft uitgenodigd. Om het feest met hem te vieren. Om hen al het goede te geven. Dat hij voor hen heeft. Nou, we horen over dit feestmaal uit de mond van Jezus. En Jezus vertelt erover als hij aan tafel zit bij rijke en vooraanstaande farizeeërs. Maar aan tafel bij die farizeeërs gaat er een stuk minder feestelijk aan toe dan in het verhaal dat Jezus zelf vertelt. Want eigenlijk hebben zij hem uitgenodigd om nu eens heel goed op Jezus te kunnen letten. En te kijken of hij misschien ergens een misstap begaat. En of ze hem ergens op kunnen pakken. En dat begint er dan mee dat ze iemand met waterzucht binnen laten komen. En dat was in die tijd een vrij ernstige ziekte. Met vaak een fatale afloop. En is het een beetje de vraag of Jezus die man op Sabbatdag zou genezen. Maar Jezus, die kaatst de vraag terug. En die zegt eigenlijk, is het geoorloofd om iemand op Sabbat gezond te maken? Die draait het om. Die zegt, is het gewoon niet toegestaan om iemand zo gezond te maken dat hij de Sabbat mee kan vieren? Nou, daar hadden ze natuurlijk geen antwoord op. En ze laten Jezus dan ook maar begaan als hij die man geneest. Maar Jezus, die is dan nog niet klaar met ze. Nee, die heeft ze nog wel iets te zeggen. Want hij zegt, jullie zijn wel belangrijk. En jullie vinden jezelf ook erg belangrijk. Maar is dat nou zo wel verstandig? Want is het niet veel beter om te wachten tot anderen je eer geven? En dan haalt hij concreet aan sociale gelegenheden zoals bruiloften of feesten, waar die farizeeën altijd al vooraan gingen zitten. Omdat ze dachten, wij zijn toch wel belangrijk. En dan zegt Jezus, ga nou achteraan zitten. Denk nou eens niet zo groot van jezelf en wacht gewoon tot iemand je vooraan haalt. Nou, dat was, vonden ze waarschijnlijk wel niet zo erg leuk om te horen. En dan gaat Jezus nog verder. Hij zegt, als je nou nog eens zo'n maaltijd organiseert, zoals je vandaag voor mij hebt gedaan, nodig dan niet alleen mensen uit die jou ook weer terug kunnen uitnodigen. Mensen die net zo belangrijk zijn als jij, maar nodig mensen uit die dat niet voor jou terug kunnen doen. Mensen bijvoorbeeld die arm zijn, of mensen met gebreken. Dan doe je werkelijk iets goeds. Nou, met dat Jezus die vooraanstaande rijke farizeeën zo had aangesproken, die leiders, kun je wel voorstellen dat de stemming aan tafel niet meer zo best was. Ik zie het al voor me. Eén zit stuurs naar de grond te kijken. Een ander kijkt Jezus boos aan. Wat denkt hij wel niet? Weet hij wel wie we zijn? Maar toch weet niemand ook echt wat hij moet zeggen. Blijkbaar had Jezus de vinger wel op de zere plaats gelegd. Maar gelukkig is er dan in zo'n gezelschap altijd wel iemand die de sfeer een beetje kan omgooien. En zo ook aan die tafel bij Jezus. Want een van die mensen die denkt, ik hef het glas. Ik breng een toast uit. En hij zegt, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Zo, dat staat. Die Jezus die kan wel zoveel kritiek op ons hebben. En misschien zal daar best wat in zitten, heeft hij best een punt.
Maar weet je, wij horen er toch al lang bij. Wij zullen ons brood wel eten in dat koninkrijk van God. Wij vieren straks het feest mee, na dit leven. En zo brengt hij eigenlijk een soort gelukswens uit op zijn tafelgenoten. En dan probeert hij een beetje de spanning te doorbreken en te ontkrachten wat Jezus daarvoor heeft gezegd. Maar dat grijpt Jezus aan. En Jezus die gaat dan het verhaal vertellen, wat we hebben gelezen. En hij begint te zeggen, dat koninkrijk van God, dat is als een grote maaltijd. Als een feestmaaltijd. En weet je, dat vind ik echt geweldig, dat hij daarmee begint. Want hij was het dan misschien niet eens met die fariseeën. Hij wilde ze kritisch aanspreken. Maar het weerhoudt Jezus er niet van om te zeggen hoe geweldig dat koninkrijk van zijn vader is. Dat dat een feest is. En dat is niet alleen een feest voor de tijd die komt, voor het leven na dit leven. Nee, dat is een feest wat begint in het hier en nu. Want zoals u misschien wel weet, is het koninkrijk van God niet alleen iets in de Bijbel wat voor het leven na dit leven is. Maar het koninkrijk van God, dat is overal waar God koning is. Waar mensen God als koning erkennen en hem als koning gehoorzamen in hun leven, daar is het koninkrijk van God. Dus van daaruit kun je zeggen dat in het leven van Jezus het koninkrijk van God helemaal doorbrak en aanwezig was. Want Jezus, die leefde met God als zijn koning. En als we dan kijken naar dat leven van Jezus, naar de mensen die met hem meeliepen, naar de mensen om hem heen, dan wordt wel duidelijk dat het koninkrijk van hem echt een feestmaal is. Dat dat overvloed is. Want Jezus, die genas mensen. Jezus gaf mensen nieuw leven terug. Jezus bevrijdde mensen van allerlei lasten die zij zichzelf of die door anderen waren opgelegd. Ik noem maar eventjes Zacchaeus. We zongen er net eigenlijk ook over. Zacchaeus, een rijke tollenaar, iemand helemaal beheerst en behept van geld. Als Jezus dan bij hem aan tafel komt, dan blijkt hij ineens helemaal om te draaien. Tot bekering te komen. En dan geeft hij zo zijn geld weg. Aan de mensen waarvan hij het ooit had afgenomen. Zo is dat leven met Jezus een feestmaal. Een vreugde. Meer dan alle vreugde of al het feest dat in dit leven en in deze wereld gevonden kan worden. En weet u, weet je, dat feestmaal van Jezus, dat is niet alleen iets voor in de tijd van Jezus en voor de mensen die om Jezus heen wandelden. Nee, dat geldt net zo goed voor u, voor jou en voor mij. Ook nu nog wil hij ons laten delen in zijn feestmaal. Door ons te bevrijden van allerlei lasten die wij onszelf opleggen. En ik begin dan vanmorgen maar eventjes bij de last van verantwoordelijkheid, van werk of studie. Die kan zo zwaar op je drukken, dat je het gevoel hebt dat je helemaal geen lucht meer krijgt. Je zo druk bent, zo vol zit. En dan nu is het voor de meesten van ons gelukkig even vakantie. Even tijd om bij te komen en op adem te komen. Als dat al lukt trouwens en je niet constant toch nog even kijkt of je moet mailen of nog iets anders belangrijks moet doen. Met al die drukte, met al die last, maakt een heel verschil. Dat Jezus zegt, alles wat er echt toe doet, dat krijg je gewoon van mij. Dat wil ik je geven. Hij zegt namelijk dat alles voor ons is volbracht. En dat we van hem het leven krijgen. Het leven in eeuwigheid. En natuurlijk moet er dan soms echt nog wel eens hard gewerkt worden. En hoop gebeuren. Maar het maakt wel een heel verschil. Als niet meer je leven daarvan afhangt. Maar dat je weet dat je van hem bent. Het kan misschien soms wat
relativeren. Om even echt wat afstand te nemen. En dan bovendien zegt hij ook nog dat hij als onze Vader voor ons zorgt. En zoals het dan staat in Psalm 127, dat het je dan wel heel hard kan werken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar dat vooral alles afhankelijk is van of God het je geeft. Dat hij het je gewoon wil geven. Hij voor je wil zorgen. Zo wil hij ons van die last bevrijden. En zo is zijn koninkrijk een vreugdevol feestmaal. Nou, dat geldt ook voor allerlei andere lasten. Ik zat in de voorbereiding te denken, wat is nou nog meer iets wat ons heel erg bezig kan houden en wat als een last op ons kan drukken. En dan denk ik eigenlijk een beetje aan de last van vergelijking. We vergelijken allemaal heel erg veel. Ik ook. Je kijkt altijd een beetje, wat heeft die en wat heeft die? En is dat van mij nou beter of minder goed? En als je op Facebook en Instagram zit, wordt het nog eens versterkt. Want je ziet wat anderen allemaal hebben. En je denkt, dat moet ik misschien ook wel. En dan zijn er twee reacties. Of je gaat het net zo goed doen. Je gaat ook allerlei leuke dingen posten in de hoop dat ze het maar zien hoe leuk je bent. Of, en dat hangt misschien wel een beetje samen. Je ruikt ervan in de put en je denkt, ja, ik ben helemaal niet zo leuk. Ik ben eigenlijk maar een beetje saai of suf. Wat zullen ze wel niet van me denken? Nou, ook van die last wil Jezus ons bevrijden. Als hij zegt, ik hou van je. Je bent mijn kind. En ik wil je al het goede geven. En bij mij mag je gewoon zijn wie je bent. Hoef je niet beter voor te doen, niet anders. Nee, je bent welkom bij mij. En ik wil je al het goede geven. Ik geef je een gemeente bij. Van allemaal mensen. Van wie ik evenveel hou. Die niet hoeven te vergelijken met elkaar. Maar die gewoon met elkaar mogen genieten. Een feestmaal mogen vieren. Zo is dat koninkrijk van God een feestmaal. En misschien denkt u wel, ja, nu weet ik het wel. Nu is het wel duidelijk genoeg. Het koninkrijk van God is een feestmaal. Ik heb het al een aantal keer gezegd. Nou, als u dat denkt, dan ben ik eigenlijk best blij. Want voor mijn gevoel vergeten we nog wel eens makkelijk dat God hier en nu dat koninkrijk van hem als een feestmaal aan ons wil opdienen. Zijn we zo bezig dat we het allemaal maar voor ons uitschuiven. En niet echt doorhebben dat hij ons hier en nu al die vreugde wil geven. Als we helemaal met hem leven. En dat wordt heel zichtbaar. Dat maakt hij heel zichtbaar in het avondmaal. Als we hier aan tafel zitten en het leven van hem mogen ontvangen, zomaar gratis en voor niets, dan laat hij het eigenlijk al zien. Wie je ook bent, wat je ook doet, ik geef jou het leven. Kom, alle dingen zijn nu gereed. In het verhaal van Jezus zijn alle dingen ook gereed. Want die Heer, die gaat zijn knecht erop uitsturen. En dat was in die tijd eigenlijk gebruikelijk. Als je al weken van tevoren was uitgenodigd, dan werd je op de precieze dag en op de precieze tijd eigenlijk opgehaald. Dan ging die slaaf langs en die kwam dan bij aan je deur en die zei, kom mee, we gaan het feest vieren, alles staat klaar. En dan was het de gewoonte dat je gewoon stond te wachten. Dat je klaar stond om echt mee te gaan. Nou, zo stuurt die Heer in het verhaal zijn knecht er ook op uit. En die moet langs de genodigde gaan. En tegen die genodigde gaan zeggen dat alles klaar staat. En dan komt die knecht aan bij de eerste. Misschien een vriend of een kennis van die Heer of een familielid. In ieder geval weken van tevoren uitgenodigd. En dan zegt hij, kom mee, we gaan mijn feest vieren. Alles staat ervoor klaar. En dan zegt hij, ja, dat feest inderdaad, dat u wilde vieren. Ja, dat is best leuk, maar ik houd mij liever voor verontschuldigd. Want ik heb net een akker gekocht,
En die wil ik vanavond gaan inspecteren. Dus het gaat mij niet lukken om te komen. Maar heb het goed met elkaar. Een onzinnige reden, eigenlijk. Want waarschijnlijk was die akker allang geïnspecteerd. Anders koop je hem niet. En los van dat, je kan hem toch ook na dat feest nog inspecteren. Maar in ieder geval is het voor die man genoeg om het feest af te zeggen. De knecht komt bij de tweede genodigde aan. Een soortzelfde verhaal. Die tweede genodigde heeft juist 5 ossen gekocht. En hij wilde die vanavond gaan keuren. Ook hij werkt liever een avondje door. En ook hij houdt zich graag voor verontschuldigd. En de derde, zou die wel meekomen? Heeft hij wel zin in een feest? Nou, vergeet het maar. Die is net getrouwd. Dus dat komt ook niet zo uit. Blijf liever een avondje thuis. Zo zeggen al die genodigden stuk voor stuk af. Een ramp natuurlijk voor die gastheer. Die stond klaar met schalen vol, karaffen vol, maar met een zaal vol lege stoelen. Omdat iedereen zich voor verontschuldigd hield. Iedereen dat feest van hem afzei. Het was de ervaring van Jezus zelf. In zijn eigen leven. God had het volk Israël door de eeuwen heen steeds weer uitgenodigd. Om bij hem te komen. Om met hem mee te leven in zijn koninkrijk. Te genieten van al het goede dat hij hen geven wilde. En nu heeft hij Jezus gezonden. Om de mensen binnen te halen. Te zeggen, kom, alle dingen zijn gereed. Maar die mensen, die waren er stuk voor stuk te druk voor. Te bezig voor. Zaten te vast in hun leven, in het leven dat zij leiden. En ik denk dat het niet helemaal voor niets is dat Jezus allemaal van die onzinnige redenen in dat verhaal vertelt. Het geeft wel aan dat die redenen waarom mensen bedankten voor het koninkrijk van hem, voor Jezus echt onzinnig waren. Nou, wat waren dan die redenen? Bijvoorbeeld dat mensen zo vast zaten in hun positie. Zich zo belangrijk voelden, zoals die fariseeën. Dat ze echt niet mee konden doen met het koninkrijk van Jezus. Dat echt beneden hun stand was. En ze wisten echt wel hoor, dat er met die Jezus iets bijzonders aan de hand was. Maar ze waren zo vol van zichzelf, dat ze hem maar eventjes voorbij lieten lopen. En dat niet alleen, nee, het zwijgen op wilden leggen. Maar dat gold niet alleen voor fariseeën en schriftgeleerden. Nee, we lezen bijvoorbeeld ook over een rijke jonge man. In Lucas 18. Hij was heel rijk. En hij had het gevoel dat hij, hoewel hij echt een brave en vrome jongen was, dat hij toch niet helemaal deed wat God van hem verwachtte. En hij komt dan bij Jezus en hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En dan zegt Jezus, verkoop al die spullen die je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Dat eeuwige leven wat jij zo graag wil bereiken, dat kun je gewoon ontvangen door met mij mee te gaan. Dan kun je dat koninkrijk van mij al leven, die overvloed al ervaren. Maar die jongen, die haakt af, zit zo vast aan alles wat hij heeft. En dat vind ik best wel heel begrijpelijk trouwens. Maar vanuit het perspectief van Jezus gezien, is het echt onzinnig. Om voor wat spullen, hier en nu, dat koninkrijk van hem aan je voorbij te laten gaan. Terwijl die spullen niet eens de vreugde geven die ze beloven. En hij met dat koninkrijk van hem dat wel kan bieden. Nou, dan kunnen we er wel met heel veel verbazing naar kijken. Hè, van hoe kunnen die mensen dat nou doen? Jezus komt voorbij en ze laten hem zo lopen. Maar als we even verder denken en eerlijk zijn over onszelf, dan weet u en dan weet jij net zo goed als ik dat het ons ook gemakkelijk gebeurt.
dat Jezus voorbij komt, ons uitnodigt om mee te gaan in zijn koninkrijk en dat we hem toch een beetje laten lopen. Dat hij zegt, kom, alles is gereed, kom met mij mee. Maar dat je zo druk bent, zo vol zit, dat je helemaal geen tijd hebt of geen zin om met hem mee te gaan. Nou, hoe gebeurt dat dan? Bijvoorbeeld dat je met je werk zo druk bent, dat er door de week heen helemaal geen tijd is voor echt een persoonlijke relatie met hem. Om echt tot hem te bidden, de dingen die je bezighouden aan hem voor te leggen, de rust te nemen om de antwoorden die God daarop geeft te horen, te leven. Of dat je bijvoorbeeld zo druk bent dat je die overvloed die hij ook wil geven in het samenkomen als gemeente, in het ontmoeten van elkaar, in het er voor elkaar zijn, maar dat is ook echt overvloed. Daar kun je echt iets heel goeds aan beleven als je voor elkaar kan zijn. Dat je dat steeds maar een beetje aan je voorbij laat gaan. En denkt, ja, dat komt later wel. Allemaal van die excuses om hem voorbij te laten lopen. Omdat je liever een avondje doorwerkt. En ja, waarvoor? Ja, waarvoor eigenlijk? Voor een hoger cijfer. Voor wat extra geld. Voor een betere deal. Waar je nu al van weet dat je er echt niet gelukkiger van wordt. Zo kan het gebeuren. En zo kan het zelfs gebeuren als je werkt in de kerk, in zijn koninkrijk. Kijk maar eventjes naar de kerkraad, naar mezelf, naar anderen die hier vrijwilligerswerk doen. Dat je altijd heel erg druk bent. Altijd bezig bent met allerlei verantwoordelijkheden. En dat is heel goed hoor, verantwoordelijkheden in de kerk nemen. Maar het kan ook een beetje gebeuren dat je door al die verantwoordelijkheden, door al die drukte, vergeet dat het ermee begint dat hij je zijn overvloed wil geven. Dat het zijn koninkrijk is. En dat het een feest is om daarin te werken. En dat hij je daarvoor uitnodigt. Terwijl hij maar één ding van ons vraagt. Hij zegt, kom bij mij. En laat al die lasten die zo zwaar op je drukken van je afvallen. Door ze in mijn hand te leggen. Hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik wil je bevrijden van alles wat je van weerhoudt. Van het koninkrijk van mij. En ik wil je doen leven in dat koninkrijk. Wandel maar met mij mee. Doe maar wat ik zeg. Dan ga je het echt ervaren. Ook al vind je dat soms eng en spannend en lastig. En nog meer, hij geeft er zelfs zijn geest bij. Om ons erin te helpen, om dat echt te doen. Wat hij vraagt. En om die overvloed van zijn koninkrijk te genieten. We gaan nog een keer terug naar het verhaal. Want als die knecht terugkomt, na al die afmeldingen en afwijzingen, dan wordt die heer boos. En dat kan ik best wel goed begrijpen, want ik zou ook boos worden als ik een groot feest had georganiseerd, mensen had uitgenodigd en ze liet het allemaal verstek gaan. Maar hij wordt boos en tegelijk gaat hij iets nieuws verzinnen. Want hij wil dat het feest van hem gevierd wordt. Hoe dan ook. En daarom zegt hij tegen die knecht van hem, je mag er opnieuw op uit. Met dezelfde woorden, kom, alle dingen zijn gereed. Maar nu ga je niet naar die genodigde. Nee, nu ga je de straat op. En naar wie moet hij dan gaan? Naar armen, naar verminkten, naar kreupelen, naar blinden, naar tollenaars, naar prostituees, naar vluchtelingen. Noem maar op, vul maar aan. Hij zegt, al die mensen, ga die maar uitnodigen. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Stel je eens voor, je zit op straat. Je wordt door iedereen een beetje afgedankt en met de nek aangekeken.
En dan komt er plots iemand naar je toe. En denk je, nou dat is mooi, misschien kan hij me iets geven. Maar dan zegt hij, nee, ik ga jou niet iets geven. Ik heb een uitnodiging voor jou. Jij mag meekomen. Nou, dan denkt hij, oké, nou ja, kom maar mee. En dan komt hij mee en dan komt hij in die feestzaal en dan staat er gewoon een hele maaltijd klaar. Waar hij zo kan aanschuiven. Geweldig is dat. Wat een blijdschap zal dat geven. Dat was ook de ervaring in het leven van Jezus. Dat die mensen, waar iedereen op neerkeek, aan de rand van de maatschappij, dat die als eerste dat koninkrijk van hem in ontvangst konden nemen. Die blijdschap daarvan konden ervaren. En het gebeurt nog steeds, hè? Mensen waar wij misschien op neerkijken, die kunnen soms zoveel makkelijker dan wij dat koninkrijk van God aanvaarden. Dat feest daarvan meevieren. En misschien komt dat wel omdat die niet meer zo heel erg verwachten dat ze in dit leven nog alle feest gaan vieren. Dat ze niet zo vastzitten aan dit leven. Zoals wij dat soms, en ik ook, wel kunnen zijn. De laatste wordt de eerste in het koninkrijk van hem. Maar het wordt nog mooier, want die slaaf die komt terug. Die heeft allemaal mensen uitgenodigd, gezorgd dat die zaal al wat voller werd. Maar dan zegt hij, ja heer, die zaal die is nog steeds niet helemaal vol. En zegt die heer, weet je wat? Ga dan naar buiten de stad. En buiten de stad woonden in die tijd mensen waar iedereen een beetje bang voor was. Criminelen, mensen met enge ziektes, mensen die je echt op afstand moest houden. En dan zegt hij, ga die mensen uitnodigen. Hij zegt zelfs, dwing ze om binnen te komen. Overtuig ze. Als ze het zelf misschien niet kunnen geloven dat ze hier welkom zijn, haal ze dan erbij. Dat is gebeurd, hè? In het evangelie. Waar Israël, als het genodigde volk, de uitnodiging langs zich heen liet gaan, zijn de apostelen de wereld ingegaan, buiten de stad. Zijn ze zelfs tot ons gekomen. Om uit te nodigen voor dat koninkrijk. Mensen erbij te halen. Te zeggen, kom, alles is gereed. Vier dat feestmaal mee. Zo zorgt de Heer dat zijn zaal vol wordt. En zo zegt hij dat de plaatsen van degene die als eerste waren uitgenodigd, worden ingenomen door de mensen. Door al die andere mensen die er later bij zijn gekomen. U, jij en ik, wij zijn uitgenodigd. En hij zegt, kom, alle dingen zijn gereed. Kom met mij mee. Vier met mij dat feestmaal van het koninkrijk. Kom bij mij. Wij laten die uitnodiging toch alsjeblieft niet aan ons voorbij gaan. We laten hem toch niet lopen, Jezus, als hij zo bij ons voorbij komt. Nee, we willen dat feestmaal toch met hem meevieren. Leven in dat koninkrijk van hem, met elkaar. Maar misschien zegt u wel, zo aan het einde gekomen van dit verhaal, ja, dat is allemaal leuk. Dat koninkrijk van God, een feestmaal. Maar ik vind het leven helemaal niet zo'n feestmaal. Ik vind het juist heel lastig. Ook het leven met God. Het leven in dat koninkrijk van hem. Dat vind ik ook. Ik vind het leven ook vaak lastig. En ik zie ook veel gebeuren. Wat helemaal niet een feestmaal is. Maar eigenlijk zegt hij dan twee dingen. Hij zegt, ik blijf je gastheer. En wat er ook gebeurt, hoe het ook loopt, ik ben erbij. Als je God en je vader. En dan kan het soms, echt waar, te midden van verdriet en pijn, wel een feestmaal worden. Als je ervaart dat hij er voor je is. Dat hij je God is.
en nog meer. Want hij zegt, dat feestmaal, dat mag hier en nu beginnen, maar dat laat ik voor eeuwig doorgaan. En straks, op de nieuwe aarde, als mijn koninkrijk volledig zal zijn, dan zul je pas helemaal ervaren hoe ik je gastheer ben. Hoe ik een maaltijd voor je bereid. Hoe je bij mij aan kan schuiven. En ik kan het niet mooier zeggen dan hij het zelf zegt. In Jesaja 25. Er wordt verteld over het feestmaal dat hij voor ons aanricht. Jesaja 25 vanaf vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten, vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden, de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen, van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden. In zijn heil. Amen.